Een goede middag. Zoals jullie kunnen zien, een totaal andere setting. Compleet ander soort video als jullie van mij gewend zijn. Het is meer een soort achter de schermen video. Voor degenen die het niet interessant vinden, die kunnen deze gewoon overslaan. Maar ja, voor degenen die het wel leuk vinden, krijg hier een soort inkijkje in hoe ik de video's maak. Ik kreeg namelijk wat verzoekjes in mijn inbox. Met de vraag van, wat voor programma's gebruik je? Wat voor hardware gebruiken, dus wat voor computer, camera, lampen, etc. Dus ik dacht, nou, ik zal er eens een keer een video over maken. Kwam in dit geval ook goed uit, want ik heb ook een nieuwe greenscreen gekocht. Ik heb, ik ben in eerste instantie wat amateuristisch begonnen. Maar later heb ik steeds wat professionelere producten aangekocht, waardoor ik nu eigenlijk een soort van semi-professionele opnamestudio heb ontwikkeld. Ik laat straks nog even kort zien wat ik precies voor apparatuur heb. Maar nu zien jullie alvast in ieder geval de studio software die ik gebruik. Je ziet al aan het scherm, ik gebruik in dit geval OBS. En dat is een zeer populair programma waarmee je eigenlijk zowel kan opnemen als kan livestreamen. Ik zal het zo heel even kort met jullie doorlopen. Ik heb trouwens ook een greenscreen gekocht. Dat is op zich ook wel handig in die zin dat ik probeer de kwaliteit van mijn video's steeds te verbeteren. En met een greenscreen kan je wat leuke dingetjes doen. En kan ik bijvoorbeeld ook de achtergrond van mezelf verwijderen, zoals ze dat bijvoorbeeld in films doen. Zodat ik het gokscherm en de gokkast, als ik hem ga reviewen, groter in beeld kan zetten. Waardoor het voor jullie duidelijker te bekijken is. Ik zou nu alvast even laten zien, het is een flink apparaat, maar heb je in ieder geval een klein beetje een indruk hoe dat er ongeveer uitziet. Kan het makkelijk naar boven trekken. Zo, nou, letterlijk een greenscreen dus. Zoals je kunt zien is OBS dus het programma waarin ik werk. Voor een leek zal het misschien super ingewikkeld en raar overkomen. En is het eigenlijk ook. Alleen, je zal, dat is eigenlijk met alle programma's hetzelfde als bijvoorbeeld, de meeste van jullie zullen bijvoorbeeld Photoshop wel kennen om dingen in te designen. Dan kan je ze wel uitgebreid en makkelijk maken als je zelf wil. Dus als je de basis gebruikt, is het echt wel prima. Maar als je echt de ingewikkelde dingen gaat doen met filteren en color layers, et cetera, dan kan het knap ingewikkeld zijn. En dat is bij dit programma eigenlijk ook. Je kan opnemen, je kan allerlei apparaten aan toevoegen en je kan zelfs een streamingkastje bijkopen waarbij je eigenlijk naast je muis wat knopjes kan hebben waardoor je gemakkelijk van scène kan wisselen en dat soort zaken. Maar ik ben niet zo'n Amerikaanse YouTuber die allerlei dingen fratsen en toeters en bellen in beeld laat komen, maar ik wil het wel wat professionaliseren en een van die onderdelen is bijvoorbeeld hier een greenscreen. En het voordeel hiervan is dat ik, als ik straks alles helemaal gesetteld heb en mooi ingesteld heb, dan is eigenlijk de kwaliteit van mijn video's beter. Maar ben ik ook voorbereid straks als ik ga livestreamen. Met dit programma kan je namelijk ook livestreamen naar YouTube, maar ook livestreamen naar Twitch, zelfs tegelijkertijd. En dan zou ik bijvoorbeeld een chatbox erbij kunnen zetten, zodat ik real-time kan communiceren met mensen, et cetera. Dan moet ik allemaal nog gaan testen, maar dat is met dit programma allemaal mogelijk. En met de apparatuur die ik nu heb, kan ik straks makkelijk schakelen en uitbreiden. Want ik kreeg ook wat verzoeken van mensen die vroegen, joh, wanneer ga je nog een keer livestreamen? Ik ben dus bezig met het instellen en het testen ervan. En ik denk dat ik ergens begin volgend jaar mijn eerste livestreams ga doen. Ik ga heel eventjes, wat wil ik nog zeggen? Naar de greenscreen, daar gaan we in eerste instantie naar kijken. Zoals je op het scherm al kan zien. Links is een preview, rechts is eigenlijk, er staat program, maar dat is eigenlijk live. Dus als ik bijvoorbeeld een video maak, kan ik hem hier de basis opstellen hoe ik het eigenlijk wil hebben. Dan kan ik nog wat dingetjes testen. En dan rechts is hetgeen wat uiteindelijk opgenomen wordt. Uiteindelijk gebruik ik later nog een ander programma, een Shotcut, om de video te knippen en te plakken. Deze preview en live modus is eigenlijk vooral interessant als je gaat livestreamen. Je zou bijvoorbeeld een vertraging erop kunnen doen. En dan zou ik bijvoorbeeld, als ik nou mezelf verspreek, kan ik mezelf bijvoorbeeld 30 seconden bedenktijd geven. En dan zien jullie het bijvoorbeeld pas 30 seconden later. En dan kan je kleine foutjes wegwerken. Zover ben ik allemaal nog niet. En ik weet ook niet of ik dat allemaal ga doen.
Maar dat is in ieder geval met dit programma allemaal mogelijk. Nou ja, ik zie al hier zie je mijn links, ja, mijzelf dus, een webcam. Nou, zoals je kan zien, ik zit heel even, je ziet daar Nijntje op de achtergrond. Maar dat komt dus omdat ik tijdelijk even op een andere locatie zit. Dat is ook wel een beetje kloten in die zin dat ik had net op een andere locatie alles helemaal ingesteld en opgesteld. Maar hier is de kamer anders, de belichting is anders, het geluid klinkt holler. Dus vandaar dat je de afgelopen dagen en misschien ook de komende dagen nog wat video's voorbij ziet komen waarbij het geluid iets holler klinkt of iets minder is qua kwaliteit. Maar daar ga ik dus binnenkort verbeteren als ik straks weer op een nieuwe... Ik heb trouwens hier al voor mij bijna geoptimaliseerd. Maar als je nog wat dingetjes tegenkomt die niet helemaal lekker klinken, dan weet je in ieder geval dat het komt omdat ik tijdelijk even op een andere locatie zit, omdat ze bij mijn studio aan het verbouwen zijn, zeg maar. Maar binnenkort ben ik daar weer terug en dan ga ik het eenmalig helemaal netjes professioneel opzetten. Dan gaat ook mijn standaard beeld voorzien worden van een wat leuker design, zodat het een beetje een soort van standaard wordt en dat ik gewoon echt perfecte kwaliteit video's kan aan jullie kan laten zien. Dus ik ben wel aan het ontwikkelen en dus... ja, ik ben altijd iemand van als ik iets doe, dan wil ik het ook goed doen. Dus straks wordt de kwaliteit beter en leuker. En er komt ook meer afwisseling qua video's en dergelijke. Ik vind ook de reacties die ik heel vaak krijg onder de video's, die krijg ik tegenwoordig steeds meer. Ik probeer altijd zo snel mogelijk op te reageren. Maar weet dat ik in ieder geval dat super erg waardeer. En dat ik ook zowel de positieve als negatieve reacties en dat ik zeker wat met jullie feedback doe. Hou er wel rekening mee dat soms als ik iets met jullie feedback doe, dat het heel eventjes kan duren voordat het dan uiteindelijk te zien is ook op YouTube. Laatst stelde iemand bijvoorbeeld de vraag met RTP van, joh, kan je nou als je een gokkast reviewt van tevoren ook even aangeven wat de RTP is, dus de uitkeringspercentage van die gokkast bij dat betreffende casino. Dat ga ik binnenkort wel doen. Alleen het is dus zo dat ik al een aantal video's heb opgenomen. Vaak probeer ik een beetje vooruit te werken. Zodat ik niet elke dag de druk heb van ik moet vandaag een video maken om hem vandaag online te zetten. Dus vaak maak ik 10, 20 video's. Dan heb ik voor heel de maand video's. Dus het kan eventjes duren voordat je de eerste RTP statistiek voorbij ziet komen bij de gokkast reviews. Maar goed, dat terzijde. Weet in ieder geval dat... Dat ik echt wel wat, dat ik het waardeer en dat ik het super leuk vind als jullie ook tips geven en ideeën delen en dat soort zaken. Dan, kan ik ook een dingetjes om mijn to-do-lijstje zetten en dan kan ik ook mijn kanaal steeds verder uitbreiden. Maar goed, even terugkomend op de software. Hier het greenscreen. Kijk, het voordeel hierbij is dat ik kan alles hier selecteren en hier linksonder zie je, ik spring een beetje van de hak op de tak, excuses daarvoor. Maar hier linksonder zie je allerlei verschillende namen. En dat zijn eigenlijk scènes. En dat is, je ziet hier staan Toto Casino, Holland Casino, Bad City Live, Jack's Casino Live, Unibet, Toto Casino Live Dealer, etc. En dat is omdat ieder casino gebruikt zijn eigen website met zijn eigen design. En zo kan ik per casino precies de goede verdeling maken. Want bijvoorbeeld Unibet laat een gokkast in een frame. Met aan de rechterzijde nog een overzichtje met laatst gespeelde gokkassen. Terwijl bijvoorbeeld bij Toto wordt bijvoorbeeld dat gokkastframe heel klein geladen. En bij Casino juist weer heel groot. Dus ik heb per casino heb ik een aparte setting. Zodat ik altijd de gokkast zo goed mogelijk in beeld kan brengen. Nou, ga ik met de greenscreen straks, nog beter doen. Nou, hij is letterlijk groen. Kijk, ik zal even laten zien wat dan bijvoorbeeld mogelijk is. Ja, dan ga ik straks het stuk eruit knippen. Tot alles groen is. Ik zit nou een klein beetje verkeerd, maar... Kijk. Nou, je ziet nou al op de achtergrond zie je al een gedeelte van mijn browser. Maar dan kan ik naar filters gaan. Ja, dit programma is zo uitgebreid, dat is echt ongelooflijk. En dan... gaan we bijvoorbeeld hier color correction zie je hier. Dan kan je de kleuren uiteraard aanpassen. Nou, als ik hem aanzet, dan zie je meteen als het goed is het verschil. Zie je? Dan is de kleur echt heel anders. En zo kan ik ook mezelf wat duidelijker in beeld brengen. De belichting wat beter doen, et cetera. Ik heb hier ook studiolampen staan, een microfoon. Ja, je wilt het allemaal niet weten, maar het staat helemaal vol. En dan kan ik met de greenscreen dus de achtergrond weghalen. Kijk, zoals je nu ziet.
Je kan het ook allemaal aanpassen. Kijk, hier rechts zie je het. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar dan is het grijs. Maar ja, je kan zelf instellen welke kleur die weghaalt. En uiteindelijk kan je aan allerlei knoppen gaan draaien om het helemaal te optimaliseren. Maar zoals je dan hier in het scherm ziet, bij mij is nou de achtergrond weggehaald. Dus dan kan ik straks kan ik hem zo rechtsonder zetten. En dan bijvoorbeeld heel klein, kan ik mezelf hier erin zetten. En dan kan ik een heel groot beeld van de gokkast laten zien. Zonder dat, normaal gesproken zit hier rechtsonder een blok. En ja, zo blijft er dus meer van het originele beeld over. En dan kan het ook, ja, je kan hem zo klein en groot maken als je zelf wilt. Links zetten, rechts zetten, waar je ook maar wilt. Dus dan, ja, ik zeg ook, ik kan mijn armen bewegen. Maar als ik mijn rechterarm, of ja, mijn linkerarm voor jullie eigenlijk. Kijk, die valt nu buiten beeld. Dus ik zit nu eigenlijk net niet goed. Dus ik zou eigenlijk, even kijken, precies spiegelbeeld. Ik moet zorgen dat ik dan wel een beetje goed zit. En eigenlijk dat scherm dus iets breder maak. Ja, dan kan ik mezelf zo beter positioneren. En dan, ja, het zijn maar die kleine dingetjes. Maar voor mij is dat, of uiteindelijk levert dat wel een mooier beeld op en een duidelijker beeld. Want ik heb bijvoorbeeld gezien toen ik die live, ik heb nou Crazy Time Live en een paar andere live spelshows gedaan. Dan het rad was goed te zien. Maar als je dan bijvoorbeeld met de inzet en met de chatteksten, die was, omdat ik het beeld iets verkleind had, was niet helemaal duidelijk te lezen. Maar goed, met alle nieuwe tools die ik heb aangekocht, kan je straks heel veel. En dan ja, kan je gewoon mooiere video's maken. Nou, je ziet het zo al een klein beetje. En je kan met dit programma dus echt heel veel. Hier zit in de tweede balk, zie je hieronder, nou, de microfoon. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Daar kan je ook allemaal weer filters aan toevoegen. Het is nooit eigenlijk plug and play. Dat is wat ik dacht eigenlijk in eerste instantie ook van, joh, ik koop zo'n microfoon. Koop de duurste die er is. En dan is het een kwestie van stekken erin en hij doet het. Maar zo werkt het dus niet. Ja, je hebt allerlei compressors, limiters, equalizer. Kijk, dan kan je bijvoorbeeld zien hoe mijn stem klinkt. En dan kan ik bijvoorbeeld de lage tonen juist naar voren brengen. De hoge tonen naar voren brengen. Bijvoorbeeld achtergrondinformatie wegfilteren. Stel dat ze nou bij de buren aan het boren zijn. Nou, die geluiden kan je allemaal van tevoren wegfilteren. Ja, ik zeg al, dat is allemaal voor de meeste van jullie totaal niet interessant. En misschien zelfs ook hoax pocus. Maar weet in ieder geval dat het is één bak ellende om dat allemaal in te stellen. En vandaar dat het soms nog een klein beetje verschil is in de kwaliteit van mijn video's. Zowel qua geluid als beeld, et cetera. Maar ik ben nog een klein beetje aan het testen. Als het straks eenmaal staat, dan moet het eigenlijk gewoon vlekloos zijn. Want zo kan je voor alle apparatuur doen. Dus de tweede is audio capture. Nou, dan zie je hier in het derde gedeelte audio capture output. Dat is eigenlijk gewoon het desktop geluid. Dus het geluid wat uit ja, van de gokkasten komt. De microfoon spreekt voor zich. Omdat ik nu aan het praten ben, zie je die balken dus ook bewegen. Ja, het is dus eigenlijk de bedoeling dat je de audio capture, dus het geluid van de gokkasten, heb ik nu op, volgens mij op 20% staan. Ja, 20%. Dus hier in dit balkje. De webcam heb je. En de microfoon op 100%. Dat verschil puur omdat ik dan de, ja, anders, als ik het geluid van de desktop zeg maar harder zet dan mijn eigen geluid, dan, ja, dan horen jullie mij niet meer praten. En het is juist de bedoeling dat het spelgeluid iets meer naar de achtergrond verdwijnt. En vandaar dat ik dat in heb gesteld. En dat, ja, ook daar kan je allerlei verschillende instellingen doen. Ik zeg al, je wordt er echt helemaal gestoord van. Color source, ja, dat is eigenlijk gewoon een, ja, je ziet hierboven een roze vlak. Ik kan hem nou bijvoorbeeld uitzetten. Dat is eigenlijk gewoon een roze vak. Die kan je gewoon zwart maken dingen en blauw of een logootje opzetten, wat je wil. Dan zou ik er een soort design van kunnen maken dat ik mezelf zeg maar hier rechtsonder zet. Kijk, en nu zie je wat ruis rechts van mijn mouw. Dat zou ik dan moeten verfijnen, allerlei filtertjes toe moeten voegen, zodat in ieder geval de achtergrond goed verwijderd is. Maar ja, je kan in principe gewoon een extra window toevoegen en dan bijvoorbeeld een browser, Firefox, een tekst, een plaatje, een game. En, ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Meerdere camera's, meerdere microfonen. Je zou nog iemand extra toe kunnen voegen. Ik kan mezelf ook bijvoorbeeld meerdere keren toevoegen. Dus als ik even kijk. Video capture device. Ik denk alleen niet dat het gaat werken. Omdat ik die ene webcam al aan heb. Maar stel dat jij meerdere webcams hebt. Capture device. Kan ik hem dupliceren? In copy.
Paste. Nee, dat gaat niet werken zo. Maar als je meerdere camera's hebt, dan kan je dus... even kijken, ik zal het nog één keer proberen. Ah, kan wel. Kijk, kan ik mezelf twee keer zetten. Dus ja, daar kan je een beetje mee spelen. Ja, dat heeft eigenlijk geen enkele zin, maar... stel dat ik hier een keer een gast heb, dan zou je bijvoorbeeld de ene camera op mezelf kunnen richten en de andere camera op iemand anders. En dan kan je dus een klein beetje meespelen. Ja, verder spreekt het eigenlijk wel voor zich. Ik zou die source even uitzetten. Dus hoe ik het normaal gesproken eigenlijk doe, is dat ik dan even kijken. Dan zet ik een window capture erbij. En dan pak ik bijvoorbeeld Firefox. Die zet ik dan hieronder. En wat ik, sleep ik deze en daaronder zat het webcam erboven is. Kijk. En dan zet ik mezelf altijd hier rechts. En normaal zit er dan een blokje omheen. Dan kan je het vergroten, verkleinen. Ja, precies wat je zelf wil dus. Ja, normaal gesproken dan... kijk, nu ben ik aan het opnemen. Je ziet hier onder een rood lampje staan. Dat betekent dat dat programma aan het opnemen is. Je hebt dan ook de studio modus, dat is deze preview en live. En zo kan je ook nog live streamen. Dus ja, hier rechts zie je start streaming. En dan kan je in principe kan je streamen naar Twitch, YouTube, volgens mij zelfs naar Twitter. Heb je nog settings? En kijk, dan kan je hier kiezen inderdaad Twitch, YouTube, Facebook, Restream, Twitter. En je kan nog een hele lijst kiezen. Je kan dan alles aan elkaar verbinden. Dus theoretisch gezien zou je naar 10 platformen tegelijk kunnen streamen. En hier verder output, audio. Dat zijn allemaal de settings voor geluid, video. Hoe je het wil opnemen, welke kwaliteit, etc. Nou ja, dat gebeurt dus allemaal in OBS. En dan hebben jullie nou hopelijk een klein beetje een beeld gekregen van... ja, hoe ik te werk ga en hoe je een livestream of een video kan maken. Kijk, als ik hem nou weer groot maak en origineel, dan zie je dus in één keer weer hoe het eigenlijk was. En dan zie je nog een stuk van mijn gordijn en dergelijke. Dus ik zeg wel, het is een heel gedoe om het allemaal goed te krijgen. Maar goed, voor degenen die het interessant vonden, die hebben nu in ieder geval een inkijkje gezien in de software die ik gebruik. En hoe je een video maakt en opneemt. Ja, ik zal hierachter nog wat informatie plakken over... ja, over de hardware die ik gebruik, dus de computer, de belichting, microfoon, webcam, boxen, etc. En dan, ja, voor degenen die dat interessant vinden, die kunnen dat ook nog even kijken. Maar voor nu was het ja, de video over de software, over een video maken. En ja, heb je hiermee een klein kijkje achter de schermen gekregen. Yo! Een aantal kijkers vroegen zich af wat voor... software en hardware ik gebruik en welke equipment ik heb. Maar ik moet zeggen dat ik ben vrij amateuristisch begonnen. En dat is meer omdat ik... ja, ik wil niet zeggen dat ik dit kanaal uit hobby ben begonnen. Maar het was in eerste instantie de bedoeling om wat filmpjes te maken voor mijn websites. Ik heb hiernaast een aantal websites over casino's draaien. En ja, ik wilde bijvoorbeeld als ik een pagina schreven over de Club 2000 podcast, wilde ik daar graag ook een videootje bij hebben. Dat is ook goed voor de ranking in Google, maar ook gewoon voor bezoekers van mijn website, zodat die naast tekst ook de video ter beschikking hadden. En ja, de meeste bezoekers die vinden het gewoon leuker om een videootje te kijken dan ellenlange teksten te lezen. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie de reden waarom ik het YouTube kanaal begonnen ben. Ik zal daar verder nog een uitgebreide video over plaatsen. Over, ja, ik weet nog niet precies, maar ik ga daar in ieder geval wat, ook wat content over maken. Over mijn historie en toekomstplannen en dat soort zaken. Maar goed, het gaat nu even om de equipment. Nou, ik ben eigenlijk begonnen met een simpele webcam. En langzaamaan is dat een beetje geprofessionaliseerd. Dus ja, mocht je zelf van plan zijn om te gaan streamen. Schrik niet van de prijzen die ik dadelijk laat zien. Van de spullen die ik gebruik. Maar die heb ik stap voor stap eigenlijk allemaal aangekocht. En elke keer als ik ja, wat inkomsten binnenkreeg. Of wat meevallers had. Heb ik ja, eigenlijk wel nieuwe spullen aangekocht. En
Ja, ik ben wel iemand gewoon, als ik iets doe, dan wil ik het graag goed doen. Dus ik wil dan altijd, ik koop dan gewoon het beste van het beste, zodat ik in ieder geval veilig, fijn kan werken en niet tegen allerlei problemen aanloop. Als eerste mijn computer. Ja, ik heb een vrij pittige computer gekocht, Dell Alienware Aurora. Nou, de basisprijs van deze computer is €2150. Dat is wel inderdaad wel echt pittig, maar het is wel echt een gaming PC. Design vind ik zelf ook wel grappig. Kijk, ik kan allerlei. Aan de voorkant zit een soort met neonlicht en dergelijke. Ik heb er ook een keyboard bij waar daar kan je een hele kermis van maken met neonlichten en allerlei kleurtjes. En afhankelijk van je stemming of van de toetsen die je indrukt. Hetzelfde geldt voor de computer zelf. Zo hier op de voorkant zitten zeg maar allemaal lichten. 9 van de 10 is gewoon puur design. Maar ik kan ook aan het licht zien als er bijvoorbeeld een update van Windows aan zit te komen. Of dat ik nu bepaalde software moet installeren. Of daar geeft hij dan bepaalde lichtjes bij. Stel dat je bijvoorbeeld met je telefoon een geluid kan instellen per persoon. Dus dan weet je op een gegeven moment met een bepaald geluidje wie er heeft gebeld. Nou, dat kan ik met mijn PC ook instellen. Eigenlijk is dat verder allemaal bullshit. En er zijn meer gadgets voor erbij. Maar ja, ik heb wel specifiek gekozen voor een hele zware gaming PC. Niet omdat ik zelf zoveel game. Maar ik heb hiervoor heb ik ook. Ik deed wel eens voor andere bedrijven de. Hoe moet ik dat zeggen? Video's digitaliseren, websites maken, video's bewerken en daar trailers en video's, previewtjes van maken. En dat deed ik voor grote commerciële bedrijven. En dan heb je wel echt een pittige PC nodig. Daar ben ik inmiddels al een lange tijd mee gestopt. Maar ik ben gewoon eigenlijk gewend geraakt aan sterke PC's. Dus ik heb in ieder geval deze Alienware gekocht van Dell. Ik ben ook iemand die zelf altijd bij de fabriek bestelt. Dus nooit een kant-en-klare PC in de winkel. En dat is meer omdat, kijk, hieronder kan je dan gewoon zelf bepalen wat je erin wil hebben. Dat is dus eigenlijk een soort zelfbouw-PC, maar dan iets commerciëler. Nou, die heb ik eigenlijk gewoon helemaal uitgebouwd. En volgens mij kostte die uiteindelijk iets van €4.500. Ja, dat is echt schandalig. Maar dan heb je wel echt een dikke PC waar je alles op kan draaien. En ik heb er wel rekening mee gehouden dat toen ik het kanaal startte, bijvoorbeeld als ik straks ga livestreamen, na snel internet heb je ook gewoon heel veel PC-kracht nodig om die live beelden op te kunnen nemen en eventuele overgangen toe te voegen en dat soort zaken. Dus ik kan straks gewoon lekker dik gaan streamen. Dat ben ik trouwens van plan om volgend jaar te doen. Naast de PC heb ik wat simpele PC-speakertjes gekocht. Ja, die waren niet zo heel duur. Van Bose, wel op zich een goed merk, maar geen 5.1 set of zo. Dat had ik eerst zelf wel. Maar daar ben ik uiteindelijk van afgestapt. Omdat er zijn hier op een gegeven moment zoveel draden. En daar word ik zelf helemaal gek van. Ik wil het altijd heel clean hebben. Dus ik heb voor vrij simpele boxjes gekozen. Puur voor de PC. En meer heb ik eigenlijk ook niet nodig. Om die gokkastjes, die maken niet heel veel geluid. Live casino ook niet. En deze komt op zich nog wel een aardig basje uit. En ook eigenlijk wel heel goed geluid. Kijk, je moet er geen feestje mee gaan geven. Dus verwacht niet dat je echt boem, 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 dat soort basgeluiden hebt. Maar gewoon voor tijdens het werken en op de achtergrond is het helemaal prima. De webcam uiteraard. Ik heb gekozen voor. Ja, je hebt heel veel verschillende soorten. En iedereen heeft daar zijn eigen voorkeuren in. En mijn ervaring is eigenlijk, want ik heb verschillende soorten webcams gehad, dat eigenlijk alle webcams tegenwoordig wel goed zijn. Behalve als je net dat ene stapje verder wil gaan, dan zijn er een aantal pro-versies. Waaronder deze Streamcam die je kan kopen. Het is niet eens zo heel duur, zoals je ziet, €150. En dan heb je wel meteen gewoon echt een goede webcam die ook gewoon in HD en zelfs Ultra HD of 4K of 8K kan. 8K weet ik trouwens niet, maar 4K volgens mij wel. Kan streamen en opnemen. Op dat gebied wilde ik eigenlijk niet bezuinigen. En €150 op zich, of €160 is niet heel duur natuurlijk. Je hebt ook webcams voor €30. Dus ik zeg niet dat je, als je gaat streamen, dat je meteen met zo'n cameraatje moet beginnen. Maar een cam is natuurlijk wel het allerbelangrijkste onderdeel wat er is. En was ik
ja, in het begin heb laten zien met het studio gedeelte. Het is niet een, tegenwoordig niet meer een kwestie van even de webcam pluggen en je bent klaar. Want je moet alles kopen, lichten, instellingen, word helemaal gek van. En ik ben inmiddels een jaar verder en ik heb nog steeds niet de ideale setting kunnen creëren. En ik ben zelfs, ik heb dat greenscreen heb ik net van de week gekocht. Dus ik ben zelf ook nog aan het uitbreiden. Je kan zelf nog een stream deck kopen waardoor je meerdere camera's aan elkaar kan koppelen. En dan kan ik bijvoorbeeld zijaanzicht en bovenaanzicht, weet ik veel, maar dat is helemaal gestoord. En ik ben nog een beetje van de oude generatie, dus voor mij was het al een heel ding om überhaupt op YouTube te gaan zitten. En ik ben al langzaam een klein beetje ingegroeid dat ik er nu gewoon een beetje scheid aan heb, wil ik niet zeggen, maar... Ja, dat ik eigenlijk geen probleem meer heb, maar het was al, ik vond het vrij grote drempel om überhaupt mezelf zo op video te zien en om te livestreamen of op te nemen. En helemaal als je kijkt naar van die Amerikaanse streamers die zo mega enthousiast doen en zo. En op zich, als ik kan winnen, ben ik wel enthousiast, maar ik ben niet zo super entertainer. En, ik merk wel dat hoe meer je het doet, dat gaat een beetje geleidelijk aan. Maar goed, lang verhaal. Ik heb in ieder geval een goede webcam gekocht. Naast een goede webcam is natuurlijk ook een microfoon belangrijk. Ook daar heb ik niet op bezuinigd. Ik heb de Shure, dat is eigenlijk gewoon een professionele microfoon. De MV7 heb ik gekocht. Kost €325. Dat is wel echt een pittig dingetje. Maar dan heb je wel echt gewoon een dikke microfoon. Dan moest ik trouwens ook nog een standaard bij kopen. Zodat je hem aan de tafel kan vastbinden. Dat ik hem heen en weer kan slepen en... naar me toe kan trekken, et cetera. Dat is trouwens ook een dingetje dat, hetzelfde als bij de camera, ik dacht ook als leek zijn in het begin van, joh, ik koop zo'n dikke microfoon. Hier zie je trouwens, kijk, zo'n soort, wat is het? Een slagboomachtig iets waar je hem aan kan hangen. En ik heb er ook nog eentje die je zo op tafel kan neerzetten, maar dat vind ik zelf niet zo heel fijn, want dan staat hij weer in de weg. En nou hangt hij in principe zo hier boven mijn pc. En dan kan ik er zo makkelijk in praten. Kan er ook nog een koptelefoon aan doen. En het is trouwens een touchscreen microfoon. Dus op zich wel grappig. En kijk of ik het kan laten zien. Ja, hier die lampjes zeg maar in het midden. Daar kan ik als je daar met je vinger overheen gaat, dan kan ik het geluid harder en zachter zetten. Maar dan kan ik ook de koptelefoon aanzetten. De microfoon aan en uit. Dat soort zaken. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar het... Ja, tijdens het opnemen en zo merk je dat soort kleine dingetjes wel gewoon super fijn zijn. Omdat je dan zoveel knoppen moet bedienen. Dan is het gewoon heel fijn als ik snel even met mijn vingertje het geluid harder of zachter kan zetten. Ik heb op mijn toetsenbord ook een scroll ding. Dan kan ik het pc-geluid harder en zachter zetten. Dan hoef ik niet de hele tijd aan mijn box te draaien. En dat, anders moet ik allemaal zo vooroverbukken links, rechts. En het is gewoon fijn als je in een bepaalde setting kan blijven zitten als je aan het opnemen bent. En helemaal straks als ik aan het livestreamen ben. Ik heb dus voor een professionele microfoon gekozen, maar het is ook niet meer zo dat tegenwoordig dat het plug and play is. Je kan hem zo de stekker erin steken, aansluiten en dan doet hij het. Maar je moet hem dus in OBS, en dat is dus het opnameprogramma en bewerkingsprogramma en streamprogramma in één, zeg maar. Dus zeg maar een soort opnamestudio, de software in ieder geval. Daar kan je ook nog duizenden filters toevoegen, equalizers, stemvervormers, et cetera. Zodat je stem wat professioneler klinkt of wat zwaarder of juist wat lichter. En dat die bijvoorbeeld achtergrondgeluiden filtert. En joh, geloof me, word je helemaal gek van. En ik had het net eigenlijk best wel goed allemaal staan. Dan heb ik echt, ik wil niet zeggen dat ik een week op heb gezeten. Maar je moet allerlei dingen testen. En hoe klinkt dit geluid en hoe klinkt dat geluid. En als ik nou bijvoorbeeld naar achter leun of naar links of naar rechts. Je wordt er helemaal knettergek van. Had ik het helemaal goed staan. Maar nu zit ik dus op een andere locatie omdat het bij mij thuis verbouwd wordt. En dan krijg ik ook weer te maken dat hier is de belichting anders. Deze kamer klinkt holler. Hier hebben we af en toe, ik moet de gordijnen dicht doen, want anders komt er licht en geluid door de raam. Mijn stoel kraakt een beetje, dat kan je allemaal wegfilteren. Vandaar dat er nu een aantal video's ook online zijn gekomen waar het geluid iets anders is. En vooral in het begin had ik er wat moeite mee, volgens mij heb ik het nu weer aardig op orde. Dat zul je altijd zien, want over een paar weken ga ik weer terug, kan ik weer alles opnieuw gaan instellen. Zo'n verbouwing, daar ga ik echt niet meer doen. En ik, als het dadelijk... Alles staat, blijf ik er vanaf. En dan weet je in ieder geval altijd dat het goed is. En dan zet je je pc aan en kan je meteen beginnen. Want ik zeg al,
Ik vind het leuk om die filmpjes te maken, maar van al die instellingen zou je ook helemaal gestoord van. Maar goed, dat is in ieder geval de microfoon. Nou, zoals ik al zei, is de belichting ook belangrijk. Daarvoor heb ik een aantal keylights gekocht. En de Keylight R, en dat is op zich wel een fijne. Dat is... ik zal gewoon even het filmpje laten zien. Dat is misschien beter. Kan je het meteen zien. Dan kan je ook meteen zien wat belichting doet. Kijk, dat is de Keylight. Eigenlijk een LED-verlichting, die kan je zelf ook qua... Zo heb ik hem ook staan. Kijk, je kan met je... dat is wel het fijne bij deze. Je kan hem via wifi met je computer verbinden. En dan kan je via je desktop kan je de sterkte en de kleur aanpassen. Dus hij kan wit, nou, wit en geel. En hij kan ook mega sterk. Je hebt wel eens van die mega zaklampen waar je mee 3 kilometer ver kan scheiden. Nou, dit ding kan echt ook super scherp. En super fel moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, dit kan je dan dus op je PC doen. Ik kan ook zo'n dingetje erbij kopen, dat heb ik dan zelf niet gedaan. Maar daar zit ik nog over te twijfelen. Maar dan kan je switchen, dat is meer voor livestream, dan kan je switchen tussen camera's. En dat is op zich, je denkt waarom heb je zo'n lamp nodig? Maar dat is echt wel belangrijk, omdat dat bepaalt eigenlijk de kwaliteit van je webcam. Je kan nog zo'n goede webcam hebben, maar als je belichting niet goed is, is het gewoon helemaal kut. Want dan heb je bijvoorbeeld keiveel links of keiveel rechts, schaduw van buiten, links, je schemerlamp, noem het maar op. Dat is niet iets waar jullie bij stilstaan, maar en ik ook niet. Pas toen ik eigenlijk ging opnemen en streamen. Even kijken. Oh. Dat filmpje wegklikken. Dat gaat natuurlijk weer niet. Qua kosten, volgens mij waren die niet heel duur hoor. Ik heb even, niet zo 1, 2, 3, de prijs bij de hand. Kijken. Nee, ik kan de prijzen zo even niet vinden. Oh hier, 150, oh toch nog best pittig, 150, daar heb ik er dus 2 van. En ik ga er denk ik nog eentje bij kopen, want met het greenscreen... ik dacht ook, ik koop zo'n greenscreen, lekker makkelijk, kan ik de achtergrond verwijderen, kan ik zelf bepalen wat erop staat. Trek dat ding omhoog en klaar. Maar ja, ik zeg al, dat werkt bij helemaal niks zo. Ook dat greenscreen moet blijkbaar verlicht worden. Nou zijn er trucjes dat je aan de achterkant van je stoel een lampje kan plakken. Zodat je er zelf geen last van hebt en die op je greenscreen schijnt. En dan is dat is meer voor het contrast tussen het greenscreen en mijzelf, zeg maar. En dan kan de software kan de achtergrond makkelijker verwijderen. Want anders krijg je allemaal schaduwen en blurretjes en zo. Ja, dat is voor jullie niet interessant. Maar het was dus niet zo even die greenscreen uitklappen. En ik kon meteen aan de slag. Nee, ook daar moest ik dan weer allerlei extra spullen voor kopen. En trucjes voor verzinnen. Kijk, want die lampen zijn leuk. Maar als ik ze feller zet, dan ze schijnen ook op mij. Omdat ik zelf natuurlijk belicht moet worden. Maar dan, dat doet op een gegeven moment gewoon zeer aan je ogen. Dus je moet eigenlijk van boven, schuin boven naar beneden. Die op de greenscreen moet eigenlijk zo staan dat ik hem zelf ook niet in mijn zichtveld heb. Want anders ga ik mezelf aan ergeren. Dat is allemaal een heel gedoe. En ik zeg al, 150 euro klinkt allemaal weinig. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, joh, je wil niet weten wat er allemaal staat. Ook alleen al een toetsenbordje en een speciale muis. En ik zeg al, die computer. Ik denk dat er wel voor 10.000 euro aan spullen staat. Uiteindelijk. Dus het tikt best wel aan als je het allemaal bij elkaar optelt. Dus vandaar dat ik het allemaal stap voor stap heb gekocht. En als laatste hebben we dan nog de greenscreen. Dat is wel echt een top ding. Ik ben hem nog aan het testen. Dus, maar dat is wel eigenlijk de bedoeling om, om de kwaliteit van mijn opnames beter te maken. Dan kan ik straks de achtergrond verwijderen. En daardoor kan ik bijvoorbeeld het scherm van de gokkast groter maken. En mezelf bijvoorbeeld overheen zetten of in een hoek. Ik moet nog wel even kijken hoe ik het ga doen. Zit ik natuurlijk nu altijd met dat vakje rechtsonder waar jullie mij kunnen zien. En bij bepaalde casino's, die laden de gokkast in een klein frame. En dat matcht soms niet lekker. Dus, en ik heb bijvoorbeeld gemerkt met die live casino reviews. Dan zit je echt zo, moet ik echt zo op mijn scherm kijken. Helemaal als ik op mijn telefoon of op mijn iPad de filmpjes terugkijk. Het is gewoon fijner als dan heel dat scherm gewoon duidelijk...
schermvullend is, zeg maar. Dan kan je echt goed het spel goed zien. En dat kan ik straks met dat greenscreen voor elkaar gaan krijgen. Nou ja, zoals je zelf ziet. Het is best een ding. Want ik heb hem hier achter staan, maar dat is niet goed te zien. Ik denk dat die kleine 2 meter breed is. Hier staat €160. Maar voor mij ben ik dan afgezet. Want ik dacht dat ik er 2,5 mei voor heb betaald. Maar goed. Het is eigenlijk gewoon een hele grote kubus. En een soort wat je vroeger met die dia-projecten zat. Die je zo naar beneden kan trekken. Alleen dit werkt net andersom. En dan zit er aan de achterkant zit zo'n kruisframe. Dus heel simpel eigenlijk als een koffer. Doe je de deksel open en je trekt het snel omhoog en hij blijft meteen staan. En dan heb je nog 2 van die poten waardoor het stabiel blijft staan. Dus dat is echt wel top. Kijk, hier zie je hem. En hier. Oh, hier zie je dat frame aan de achterzijde. Oh, wacht. Een videootje, kan je hem zien? Hey. We gaan hem herladen, want hij deed het niet. Dat is dan wel irritant. We gaan gewoon op YouTube kijken. Greenscreen Elgato. Even kijken. Kijk, het is maar even dat je kan zien hoe het werkt. We werken ontzettend hard. Klopt, advertenties altijd. Pakketten de deur uit te krijgen. Daar ga ik trouwens misschien later ook nog toevoegen, maar dat weet ik nog niet zeker, omdat ik irriteer mezelf ook altijd aan die advertenties. Dat is wel ook wat lastig. Gewoon, dus vroeg laatst iemand van, ga je ook met een sponsor werken, want je speelt nu met je eigen geld. En geloof me, het kost me duizenden euro's. Dus ja, ik heb er wel over nagedacht, omdat het eigenlijk anders gewoon niet vol te houden is om het te doen. Maar ja, er komen ook altijd verantwoordelijkheden bij. Kijk, je trekt hem in principe gewoon omhoog. Boom. What's up guys, I'm Random Frank P. Today we're going to be reviewing the Elgato green screen unit here. The all-in-one solution for having a professional looking green screen. Nou, we gaan even kijken hoe die hem uitrolt. Now, as you saw in that intro, yes, it is echt een super stabiel ding. Je hebt ze goedkoper hoor. Je kan zelfs ook gewoon een doek kopen. Ja, dit is gewoon ideaal joh. En ze ook makkelijk. Als je hem inklapt, er opgeborgen is, schuif ik hem onder het bed of onder de bank of weet ik veel wat. En ben er klaar mee. Now, first off, we're going to talk about the setup and how simple it is. Kijk, die andere gasten die heb ik altijd meerdere schermen. Dat heb ik zelf nog niet, maar dat ga ik wel binnenkort denk ik doen. Want dan kan ik namelijk, kan je op het ene scherm kan ik mezelf zien hoe ik in de opnamestudio en links kan je zien hoe jullie het zien. En dat werkt prettiger. Kijk wat die poten. And they are wide enough to support the overall weight for this. After that, undo both of the latches, flip open the top. And you'll see a little handle there. All you have to do is just pull that all the way up and it'll immediately lock into place. And zoom everything out for a wide shot to show you real quick how it is from the top. Dat is echt super makkelijk. You can see once you bring it all the way up with this bracket mechanism in the back, it all locks in. Het enige nadeel is, ik heb hier een kast achter staan. Je moet hem eigenlijk verder weg doen, maar als ik straks op mijn eigen locatie weer zit, over een paar weken, dan heb ik iets meer de ruimte. En dan kan ik hem ook zeg maar in mijn woonkamer integreren. Put it behind you while you're streaming. Make sure the light. Kijk, zo kan je dan makkelijk de achtergrond wijzigen. En ik kan even laten zien hoe bijvoorbeeld een andere het doet. Ja, dat is een beetje een nerd, maar hij legt altijd wel keigoed uit. Kijk, hier linksonder, dan heb je bijvoorbeeld de achtergrond bewaard. Dat kan ik dan ook. Zou ik dan theoretisch ook kunnen doen. Ik moet nog heel even kijken wat dan het makkelijkste is. Ja, hun doen normaal gekke dingetjes, maar dat kan je. Er zijn een heleboel dingen die je er dan bij kan doen. Kijk, dan kan je een klein beetje zien hoe het ook werkt in de studio software. Kijk, je weet dat er allemaal filters toevoegen, et cetera. En zo zie ik mezelf dan, als ik het toevoeg. Ik zal even verder spoelen. Kijk, dan kan je dus de achtergrond weghalen en dan kan ik dus het scherm mooier maken en dan heb je niet dat blokje, zeg maar. Ja, er zijn overal filters en zo, heel gedoe. Maar dat ga ik in ieder geval testen. Maar goed, ik zal het niet te lang maken, want waarschijnlijk interesseert jullie het allemaal geen rol. Maar voor degenen die het dan interessant vonden en die mij gemaild hebben met de vraag van welke spullen gebruik je nou eigenlijk precies. Hebben jullie in ieder geval een idee wat ik gebruik?
Ik zag ook, er komen later ook nog video's aan over waarin ik mezelf introduceer, wat mijn doelen zijn, wat er bijvoorbeeld nog aan zit te komen en wat ik allemaal nog voor filmpjes wil gaan maken. Er staat heel veel op de planning, maar ik zeg altijd, het kost allemaal zoveel tijd, dus ik ben heel voorzichtig geworden in het beloven van bepaalde dingen, omdat er komt altijd wat tussen en waardoor dingen langer duren. Dus ik ga het gewoon stap voor stap doen. En jullie merken wel wanneer er wat nieuwe dingen komen. Maar ik luister in ieder geval naar feedback. En als jullie ideeën hebben, aanbevelingen, dan ik vind dat alleen maar gaaf. En dus deel ze vooral. En reacties onder video's vind ik echt helemaal top. Laatste tijd is het echt gigantisch. Gigantisch. Voor Nederlandse begrippen, dan krijg ik eigenlijk wat reacties. Dat motiveert mij ook weer om nieuwe video's te maken. Dus of het nou positief of negatief is, maakt me helemaal niet uit. Ik probeer alle kritiek dus mee te nemen. En er zijn bijvoorbeeld een aantal mensen die hebben ook gevraagd of ik bijvoorbeeld de RTP wil vermelden bij die gokhalsreviews. En dan dus de uitkeringspercentages. Dus dat ga ik binnenkort doen. Wat wel zo is ik heb... ik doe meestal een aantal dagen in de week dat ik ga gokken en dat ik het dan op ga nemen. En dan probeer ik een aantal filmpjes te maken, zodat ik alvast bijvoorbeeld 10 video's heb. En dan kan ik er onderdag eentje uploaden. En als ik er 15 heb, dan heb je eigenlijk voor een maand aan video's. En zo probeer ik een aantal maanden vooruit te werken. En tussendoor nog wat, als ik dan andere ideeën of video's krijg, die plak ik er dan tussen, waardoor ik bijna elke dag wel een videootje heb. Dan kan er af en toe wel eens een dag tussen zitten. Heb je misschien ook wel gemerkt. Want anders is het gewoon bijna niet te doen. Ik zeg al, dan is het... fulltime baan is het eigenlijk nu al. Maar dan wordt het echt 80 uur in de week werken. Dus ik probeer het wel een beetje te spreiden. Omdat ik heb hiernaast ook nog eens mijn eigen websites draaien. Dus daar moet ik ook aan werken. Dus als jullie een verzoek indienen. Ik doe er altijd wat mee. En ik probeer ook altijd feedback te geven. En een terugkoppeling. Alleen ik verwacht niet dat als je iets vraagt dat het meteen morgen aangepast is. Want het komt meer omdat ik dus al een paar weken of soms zelfs maanden vooruit heb gewerkt. Dus dan kan het wel zoals ik bijvoorbeeld net spreek, die RTP. Dat ga ik binnenkort wel doen. Alleen dat zal waarschijnlijk pas terug te zien zijn in de video's vanaf januari of iets dergelijks. Maar dan weet je in ieder geval nu waarom dat is. En dat ik het in ieder geval dus super op prijs stel als jullie reacties zetten onder de video's. En als jullie de video's liken. En want dat weten misschien niet alle mensen. Maar als je bijvoorbeeld liked op video's. Maar ook als je gewoon de video kijkt. Voor Google is dat belangrijk. Want die bepaalt aan de hand van die informatie hoe belangrijk mijn kanaal is. En er zijn ook niet heel veel concurrenten in Nederland. En je hebt OneTime heb je dan. Maar die hebben een ander soort content. Maar echt qua... Casino ben ik denk al wel de grootste in Nederland. En voor de rest zijn er ook nog niet heel veel concurrenten. Maar dat is meer omdat mensen denk ik niet met hun gezicht op video willen als het om gokken gaat. Maar goed, in ieder geval internationaal gezien zijn er natuurlijk heel veel concurrenten. Maar ik heb er bewust voor gekozen om mezelf daar niet op te richten. En me puur te richten op de Nederlandse markt. Die markt is kleiner, maar in elke markt heb je concurrentie. En dan is het wel gewoon fijn als je... dat jullie mee kunnen helpen door simpelweg de video te kijken, te liken, een reactie te geven, dat soort zaken. Daardoor komen mijn filmpjes hoger in de zoekmachines en in YouTube te staan, waardoor ze weer vaker bekeken worden, ik meer volgers krijg, bla bla bla. En ik zeg ook, ik ben daar niet financieel van afhankelijk, maar dat zorgt er uiteindelijk wel voor dat ik misschien een sponsor kan gaan krijgen. En als ik eventueel een sponsor heb, dan kan ik ook echt continueren in de video's die ik upload. Omdat gemiddeld kost ongeveer een filmpje €50. En als het tegen zit, omdat ik altijd die bonus wil laten zien, kan het ook wel eens €100 of €150 kosten. En als ik dus elke dag een video wil doen, dan doe €50 gemiddeld maar 30. Dat is €1500 wat het mij per maand kost om die filmpjes te maken. En ik verdien er geen roggel mee. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is wel uiteindelijk mijn bedoeling, omdat het nu zoveel tijd kost om er ook een soort van verdienmodel achter te plakken. Dus of via een sponsor, of via advertenties, of via weet ik veel wat. Ik ben ook met een aantal game providers in gesprek om daar wat specifieke filmpjes over te maken. En dat ik zo
paar eurotjes mee graaien om die filmpjes te kunnen bekostigen. Maar dat is allemaal voor later. Daar hoeven jullie ook verder ook niet druk om te maken of ook geen zorgen om te maken. Maar ja, ik moet het natuurlijk wel kunnen betalen, want anders kan ik niet gokken. En als ik niet kan gokken, kan ik geen filmpjes maken. Zo simpel is het eigenlijk. Dus er moet toch brood op de plank komen. Dus vandaar dat ik er iets meer commerciëler naar ga kijken. Alleen is bij mij ook altijd wel een beetje een afweging in de zin dat sponsorships of samenwerken. Die komen ook met verantwoordelijkheden. Zo had ik bijvoorbeeld, en ik zal de naam van het casino niet noemen, maar die ging dan bijvoorbeeld zeggen dat ik mocht geen negatieve reviews doen. Alle gokhals reviews die ik voor hun zou gaan doen, die moesten dan positief zijn. Ik moest dan een truitje aan met een logootje erop. En ik denk, ja, ik ben Malle Piet niet. En het truitje met een logootje, tot daar en toe, al zet ik een pet op, dat maakt me allemaal geen reet uit. Maar je moet me niet gaan dwingen om positieve reviews te doen. Dus als iets kut is, is het gewoon kut. En ik ben wel gewoon lekker Nederlands daarin. Dus dan, als iets niet goed is, dan zeg ik het. Als iets wel goed is, dan krijgen ze een compliment. En ik wil daar gewoon eerlijk in zijn. En ook hetzelfde geldt met sponsorship. Als ik betaald krijg, veel streamers doen daar duister over. Ik over mijn inkomsten, ook van mijn websites, ga ik straks allemaal openbaar maken. Zodat iedereen kan zien wat ik verdien. En dat ik bijvoorbeeld stel dat ik een contract heb met de Toto. Dat ik dan ook gewoon zeg van, joh, ik heb een deal gemaakt met de Toto voor een x-bedrag per maand of per jaar of per project, wat er dan ook is. En dan weet in ieder geval iedereen het. En dan kan je ook, als ik dan een filmpje maak over de Toto, dan weet je in ieder geval dat ik daar ook voor betaald word. En dan, ik wil niet zeggen dat ik daar niet meer objectief ben, maar dan kan je het in ieder geval in je achterhoofd houden. Ik vind dat altijd gewoon belangrijk om transparant te zijn. En iedereen moet dat voor zich weten, maar ik wil mezelf eigenlijk daarin onderscheiden door gewoon naar mijn kijkers toe gewoon altijd eerlijk te zijn wat ik verdien. En welke deals ik heb en waarom ik dit soort dingen maak en hoe ik het bekostig, et cetera. Maar goed, het is uiteindelijk nog een lang verhaal geworden, want uiteindelijk ging het om de apparatuur. Ik hoop in ieder geval dat de vragen beantwoord zijn voor degenen die mij gemaild hebben. Het was een wat ander soort video als jullie van mij gewend zijn, maar een beetje behind the scenes informatie. En voor degenen die het niks vinden, die hebben we waarschijnlijk al lang afgehaald en afgehaakt. En niemand hoeft het te kijken natuurlijk. Maar als je het interessant vindt, dan heb je nu in ieder geval een beetje een beeld gekregen van de apparatuur waarmee ik werk. Yo!